En de start is gevallen. Start valt en helemaal aan de buitenzijde gaat Beb Zwageman naar voren. Maar er zijn paarden die nog sneller zijn. Bernardine Boko bijvoorbeeld. Oeh, en daar gaat een band lek. Dat was de band van Bernardine Boko. Die ging daar ietsje te krap naar binnen. En Child in Time stapte precies op de band. Nico Danens moet het nu met één volle en één lege band doen. Maar heeft wel de leiding. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Bernardine Boko leidt. Op de tweede plaats ligt Duke of Greenwood. Dan Child in Time. En daarachter wat probleempjes. Moeilijke bocht voor Cindy Wielinga. Heeft de draf weer te pakken. Ligt vijfde. Vlak voor hem ligt Beb Zwageman. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijden. Hoe zou Nico Danens zich nu voelen met één volle en één lege band? We gaan het zo meteen zien. Hij zet wel de eerste tussentijd neer. 1-14-2. Leiding in handen van Bernardine Boko. En die gaat de bocht in. Op de tweede plaats Duke Greenwood. Derde plaats erachter voor Child in Time. Komt een deelnemer aan de buitenzijde naar voren. De deelnemer die komt is Robert B. en Robin Bakker. Mr. B. moeten we zeggen, want Robert B. hadden we net. Mr. B. komt aan de buitenzijde en die gaat de leiding nu overnemen. Blijven in ieder geval Biasucci paarden die we hier in Wolvenga vandaag zien schitteren. En voorlopig ligt hij vooraan Mr. B. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. De Prix Alco Bijkerk onder het toeziend oog van Alco Bijkerk komen ze voor de tribune langs. En het is Mr. B. die leidt. Mr. B. op de tweede plaats daarachter Bernardine Boko. Derde plaats aan de buitenkant Cindy Wielinga. Vierde ligt er ook heel mooi in. Conrector, die heeft een mooie tussenstart gemaakt. Daarachter volgt Tara Star, de favoriet. Aan de reddingzijde Child in Time, dan Beb Zwageman. Daarachter volgt dan Niels Jongejans met Boa. Die vandaag geen galoppaard heeft gemaakt. En door het derde spoor gaat naar voren Count Me Out. Count Me Out begint op te schuiven met Ronald Hauber. Ook een paard met veel vermogen, maar hij moet heel veel doen vanuit de laatste plaats. Uit de start van het peloton begint hij nu op te schuiven. En hij ligt nu bijna in het middenveld. Tweede tussentijd, 19-8. Eerste kilometer in 1:17.6. En de paarden zijn in de rechte lijn overzijde met Mr. B. die leidt. Daarnaast is gekomen Cindy Wielinga. Nico Danens begint nu te merken hoe het voelt om te rijden met een lekke band. Hij staat helemaal stil aan de overzijde. En iedereen die erachter zit. En dat is onder andere Duke of Greenwood ligt nu achteraan. En zo gaan ze de laatste bocht in. Door het derde spoor nu de aanval van Conrector. En zo gaan ze de laatste bocht door. Conrector komt driedik naar voren. En inmiddels zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Relingzijde Mr. B. Tweede spoor Cindy Wielinga. Derde spoor daarachter Conrector. En in de wachtkamer daarachter ligt Tara Star. En dat zijn de vier paarden waar het tussen gaat. Ze zijn inmiddels in de laatste rechte lijn. En in het midden van de baan wordt de leiding nu overgenomen door Conrector. Conrector pakt een lengte, een halve lengte. Want Cindy Wielinga aan de binnenkant blijft terugvechten. Tara Star zet nog niet helemaal door. En dus gaat Conrector hem hier winnen. Tesla zei het is mijn beste kans van de dag. Hij wint hem ook. Conrector. Tweede Cindy Wielinga. Derde Tara Star. Vierde Mr. B. En voor in de notitieboekjes de vijfde aankomende paard nummer 1, Duke of Greenwood. Die zat achter Bernardine.